In een openhartig interview met Story vertelt Dennis Grippeling, de ex-man van Caroline van der Plas en vader van hun zoons Raye en Cale, waarom hun relatie nooit meer zal herstellen. De mediastorm rond hun vechtscheiding, het brugincident uit het verleden en het feit dat hij zijn kinderen nog steeds niet ziet, hebben de aandacht getrokken. Dennis, die duidelijk emotioneel is, deelt zijn kijk op Caroline en hun situatie. Hij benadrukt dat Caroline in de media anders overkomt dan hij haar kent. Volgens hem is ze bazig, verongelijkt en onbetrouwbaar. Hij herinnert zich het beruchte brugincident uit 2006 en vraagt waar de media toen waren. Hij betreurt dat er destijds weinig aandacht was voor zijn protestactie. Dennis pleit voor diepgaand onderzoek naar ouder-kindrelaties na scheidingen en benadrukt dat niet alle afwezige ouders slecht zijn, maar dat sommige ex-partners zoals Caroline de oorzaak zijn van contactverlies tussen ouders en kinderen. Hij uit zijn teleurstelling over de populaire beeldvorming rond Caroline in de media en noemt haar een slecht mens. Hij ziet geen positieve verandering in hun relatie en benadrukt dat Caroline nog steeds tussen hem en hun kinderen staat. Dennis wijst naar Carolines gedrag in de Tweede Kamer en beschrijft haar als verongelijkt en bazig. Hij beweert dat hun zoons hun moeder goed kennen en niet tegen haar durven in te gaan. Volgens hem is Caroline vooral gericht op haar eigen belang en geeft ze weinig om boeren en burgers. Dennis gelooft dat Caroline mensen kan manipuleren en herinnert zich een gesprek met haar toenmalige hoofdredacteur waarin werd opgemerkt hoe ze hem helemaal had ingepalmd. Hij beschuldigt haar ervan zijn ouders te hebben beïnvloed en bijgedragen te hebben aan het verlies van contact met hun kinderen. Caroline van der Plas heeft geen behoefte om te reageren op de beschuldigingen van haar ex-man in het interview.